ervaren met een hitte luchtballon. En waarom dan niet? Dan zeggen heel veel mensen, we hebben last van hoogtevrees. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, ook al heb je last van hoogtevrees, stap rustig in het mandje van een hete luchtballon. Want het hoogtevrees wat je altijd normaal gesproken zou hebben, is op dat moment helemaal verdwenen. De voorzitter van de Friese Ballonfeesten, Herman Kleinsmit, ook vanavond hier in ons midden, die heeft namelijk hoogtevrees. En hij heeft jarenlang is hij ballonvader geweest, vaart nog steeds met zijn hete luchtballonnen. En hij zegt ook van, je snapt het niet, maar ik was en ik had altijd hoogtevrees. Tot ik in een hete luchtballon ging stappen. Ik heb nog steeds hoogtevrees, maar wanneer je...